Welkom weer bij een nieuwe video van, ja, we gaan daar over hebben over weer een leuke Zebia question. Dit keer is de Zebia question. Wie is de beste, ja, Bacchus Bastards speler? Ja, je hebt er een paar, die blinkt er echt zo uit, maar uiteindelijk is er eentje die er echt helemaal uit blinkt. We gaan eens lekker de drie. Ja, de drie beste spelers volgens mij ga ik ze even opnoemen. Dat zijn Kerry Koning, Kamak en Remy. Ja jongens, dat zijn de drie beste spelers van Bacchus Bastards. Kerry Koning staat zeg maar volgens de punten en steden aan de leiding in Bacchus Bastards. Die doet ook hartstikke goed werk in Bacchus Bastards. Ja, wat Kerry Koning allemaal uitvoert. Dat is zeg maar het gouden plaatje dat naar voren komt stijgen, als je dat aan Kerry Koning denkt. Maar dan gaan we naar Kramark. Kramark is ook heel erg goed bezig. Hij is ook heel erg actief op de Discord. Hij is ook heel erg gezellig, Kramark, van wat ik weet. En dan heb je ook nog Remy. Remy is ook zeg maar een speler die gewoon kwalitatief goed bezig is. En hij is zeg maar een belangrijke waarde in het rol van de belegeringen. Hij is waarschijnlijk ook nog de tacticus van Bacchus Bastards. Ja, of de geheime wapen van Bacchus Bastards. En ik zou deze drie spelers ook kunnen aanraden bij Basing C. Ze zijn allebei drie zeer talentvol. Maar ja, je weet, bij Basing C is er niet veel plek meer. Dus snap ik ook wel dat er voorlopig geen spelers wordt aangenomen. En er moet af en toe een beetje weerstand zijn voor Basing C. Als ze dat überhaupt al hebben. En dit is de vraag. Wie is nou de beste speler van Bacchus Bastards? Nou, daar heb ik maar één ding om te zeggen. Dat is Kramark. Die heeft gewoon alle potentiële dingen in huis. Ze heeft Discord. Ze kan heel actief meedoen in de wereld. Lekker belegeringen doen. Lekker alles goed doen. Lekker al die breempjes sturen. Ja, jongen. Kramark is gewoon de beste speler van Bacchus Bastards. Dus geen twijfel over mogelijk, want Kramark is de beste, jongens. Dan zeg ik ciao later en tot de volgende.